Een hele goede middag, leuk dat je er weer bent. En mijn naam is Erik Schreuders en vandaag ga ik voor jullie zingen een nummer van Vader Abraham, maar dan wel net ietsje sneller, Het Kleine Café aan de Haven. De avondzon valt over straten en pleinen, de gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen, het motregen zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper, de voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox, het pilsje dat is er niet duur. Een mens is daar mens, rijk of arm, is daar van geen monsieur of madame naar wc. Het glas is gespoeld in het helderste water, ja het is daar een heel goed café. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een bierveeltje staat daar je rekening of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja de mensen die zijn daar heel blij. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld op wie je bent niet meer mee. Ja, het kleine café in de haven. En hoe lang zal het nog duren voordat die kleine cafeetjes weer open kunnen? Ik hoop voor die horecaondernemers dat het binnenkort zal zijn. Maar ja, als je al die geluiden zo hoort, dan ben ik erg benieuwd wat ze vanavond gaan beslissen. Dus zometeen even om 6 uur of om 7 uur kijken naar Rutte. En kijken wat ze weer te vertellen hebben. Ik vond het in ieder geval een hartstikke leuk nummer om te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden en dan kan je je duimpje omhoog steken. En verder zou ik zeggen, delen mag altijd en tot morgen!